Hoi, daar ben ik weer. Mooie vroeg in de morgen. En wou ik het vandaag hebben over wissels in de natuur. Kijk, wissels denken natuurlijk misschien aan treinen of aan die dingen allemaal. Maar in de natuur hebben ook wissels. En dat zijn eigenlijk gewoon paden die de dieren gebruiken. Een wildpad. En dat noemen ze ook wel een wildwissel. En dat is door dieren gemaakt. En die dieren die hebben een eigen weg door het bos. Want dat is net als mensen, zeg maar. Wij lopen ook altijd dezelfde weg. Dat vinden we ook altijd wel fijn, want dat is vertrouwd. En zo is dat voor dieren ook. Kijk, en als ik hier nou... Kijk, en dan loop ik dan naar zo'n pad toe. Kijk, als je nou goed kijkt... Dan is dit is een wissel. Dat is een pad dat in het bos vertrekt. Dat alleen maar door dieren gebruikt wordt. En ja... Dat kan er van allerhande dieren zijn, maar van deze weet ik het zeker, want dat zal ik wel eens even laten zien. Want hij is hier overgestoken. En dan zie ik dadelijk sporen in het zand. Even kijken. Kijk. Dit is een reetje geweest. Hier is een ree overgestoken. En hij is van die kant afgekomen. Hij is overgestoken. Hier heb ik nog een spoor. Kijk, daar nog een spoor. Hier nog een heel duidelijk spoor. Kijk, en dan moet hij daar ergens het bos ingegaan zijn. Eens kijken of ik de andere kant van het pad het spoor ook gevonden kan krijgen. Ja, als je goed kijkt, dan zie je het spoor in het midden hier van het beeld. Het is plat getrapt al een beetje. Je ziet het platgetrapte blaadjes. En zo, kijk, en nu wordt hij dadelijk een stuk duidelijker aan deze kant van het bos. Kijk, nu zie je wat hij naartoe vertrekt. Ja, en waar gaan die wissels naartoe? En kijk, alle dieren in het bos, die moeten natuurlijk ook eten, drinken, slapen. En daar gaan die wissels naartoe. Kijk, nou loop ik hier bijvoorbeeld en dan zie ik hier een plek, als je goed kijkt... Kijk, zijn de blaadjes opzij gedaan en hebben een kuiltje gekregen. Ik ga er namelijk, hier heb ik nog een duidelijker voorbeeld, denk ik. Kijk, hier ook weer. Zijn de blaadjes opzij en hebben ze een klein kuiltje gemaakt. Oh, daar is een hele duidelijke. Dus even kijken. Oh, hier kun je het goed zien. Daar ligt er een stuk in het midden. Die hebben ze de blaadjes weggehaald en dan de grond was schoongemaakt. En daar slapen de reeën. En dan slapen ze meestal maar enkelde bij elkaar. Want dat geeft toch ook weer een veilig gevoel. En alle dieren maken gebruik van die wissels. Kijk, hier heb ik er bijvoorbeeld ook weer een. Kijk. Je ziet hem daar zo het pad. Zie je dat het een beetje overhoop gehaald is in het midden. Dus je moet er meer dan echt goed op letten. Maar als ik hier nou de pad oversteek... Dan wordt het een stuk duidelijker. Kijk, want hier gaan ze weer in. En dan zie je afgebroken takken, de grond die overhoop gehaald is. Kijk, en in de verte zie je het gewoon het spoor. Dit is echt, kijk, hier ook, afgebroken takken en wilde sporen, alles flink overhoop gehaald. Dat is eigenlijk wel zeker van een wild zwijn. Ja, en hier hebben we ook weer eentje. Een wissel. Zie je het paadje? Het bos in vertrekt. Tussen die bomen daar eroverheen. Steekt we over. Kijk, en als je dan goed kijkt, dan kan hij hier twee kanten op. Hij is naar links vertrokken en hij is naar rechts vertrokken. Kijk, en zo als je nou goed die ogen de kost geeft in zo'n bos, dan zie je overal wel weer van die sporen. En dat kan van dassen zijn, konijnen, zwijnen, nou, hertjes of reeën. Het kan van alles zijn, vossen, maar vossen, ja, nou, vos hoeft niet. Die pakt altijd wel wat. Maar we zullen eens kijken of we nog meer kunnen vinden. En sporen bijvoorbeeld ervan, dat is ook wel leuk. Oh, nou ben ik bij een plek. Hier lopen een hele hoop wissels, hier komt van alles bij elkaar. En dat splitst dan weer uit elkaar. Kijk, deze pad, die gaat daar naartoe. Dan steken ze over. En dan ziet u daar dat ze de rechtse kant op gaan. En aan de
daar aan de linkse kant loopt ook nog een spoor, maar daar zit hij niet meer zo goed. Maar die komen ook wel van die kant uit het bos. Die steken ook weer over. En die gaan er hier weer doorheen. En ze komen ook samen. Net als wij kruisingen hebben, hebben dieren ook gewoon kruisingen in het bos. Dus daar mag geen ongelukken mee gebeuren. Ja, en zo zie je maar dat zo'n bos vol met sporen zit. Allemaal wegen eigenlijk die de dieren gebruiken om zich te verplaatsen door het bos. Het is een heel netwerk van sporen. Kijk, hier links hebben we ook weer een spoortje. In de midden nu, waar die blaadjes op liggen. En hier rechts ook weer een spoortje. Hier liggen er best veel. Die zijn ergens naar op zoek of op pad natuurlijk. Want ze weten de weg natuurlijk allemaal goed in het bos. Het is wel zaak dat wij die paadjes nooit gaan volgen. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat we de dieren, dat we hun dingen niet verstoren. Zeker als ze op zoek zijn naar eten of slaapplaats en zo, als wij die gaan verstoren, dat is niet zo best. Dus wij blijven netjes op de paadjes. Dan zien we ook mooi de sporen. Dan zien we ook wat er overgestoken is, vooral als het een zandpad is. Dan kunnen we het mooi kijken wat er overgestoken is. Het netwerk van het bos. Nu heb ik wel een heel vet spoor gevonden. Dan loop ik toch eens even een stukje na. Het is zo vlak langs de pad en dus net op die plek waar ik veel meer sporen bij elkaar zag komen. Dus iets is hier wat heel belangrijk is. Maar nogmaals, ik heb net gezegd, je moet het, als iedereen dat gaat doen, dan gaat het niet goed. Hè? Ik doe dit voor het filmpje en om jullie ermee bekend te maken. Dus even kijken hoe we uitkomen. Een open stuk. Oei. Ja, hier mag ik dus denk ik eigenlijk niet komen. Dit is een voederplek. Voor wilde zwijnen. Ja. Kijk, dit is een voederplek voor wilde zwijnen. Oh, maar ik zie wel iets heel bijzonders dat ik even wil laten zien. Dat is wel heel mooi. Kijk, want wat doen die wilde zwijnen? Die hebben in de modder gelegen of zo. En dan schuren ze langs een boom af om dat schoon te krijgen. En kijk eens, deze boom. Die is helemaal glad geworden, zeg maar, van het schuren van die wilde zwijnen langs die boom af. Dat ze de huid schoonmaken. Mooi zeg. Heel apart. Heel de bas is eraf en hij is spiegelglad. Echt helemaal spiegelglad. Hier komen er dus echt veel. Geweldig. Of niet? Geen wonder hier. Nou, ik zal maar maken dat ik weg ben hier. En dan zijn we hier. Zijn we op een plek waar wel heel duidelijk is wat er geweest is. We zitten echt hier op een plek waar de wilde zwijnen geweest zijn. Flink aan het vroeten geweest. Voor eikels. Of tamme kastanjes volgens mij. Dat kan ook nog natuurlijk, want ik zie hier. Dat is een... Even kijken, ja, een tamme kastanjeboom. Ja, die lussen ze natuurlijk ook wel. Dus maar hier in ieder geval, dat kun je goed zien, is helemaal overhoop gehaald. Dat is een typisch spoor van wilde zwijnen. Kijk, jammer dat ik geen hoefafdrukken hier heb. Ze zijn allemaal van de snuit. Hier kunt, de snuit heeft hier gewoon in de grond gezeten. Dat kun je goed zien. Ja, allemaal overhoop gehaald. Ja, die moeten ook eten, net als wij. En de zwijnen die halen het hier. Hier is wel heel duidelijk wat er uit het bos gekomen is. Ook het voordeel weer van zo'n zandpad. Je ziet de sporen. Kijk. Dit is van een wild zwijn. Je ziet de hoeven en dan die twee kleine afdrukjes erachter. Dat is duidelijk van een wild zwijn. Ja, ik weet even niet hoe dat ze noemen. Volgens mij zijn dat de bijtenen. Maar hier is echt een wild zwijn overgestoken. Wel mooi dat je dat zo kunt zien dan. Dan weet je in ieder geval wie daar een wissel heeft lopen. En in dit geval is het echt van een wild zwijn.
staan geen andere sporen van andere dieren. Ja, zo zie je toch maar dat het drukker in een bos is met dierenverkeer als dat je ergen hebt. Kijk, en nou weet je in ieder geval weer wat meer over sporen. En dan ga je er ook meer op letten als je in het bos loopt. En ook de wissels noem ik het natuurlijk. Hè? Dat zeg ik het zelf verkeerd. Dit is de wissel natuurlijk. En die wissels die zorgen ervoor dat het allemaal een beetje in het bos ordelijk verloopt. De dieren regelen dat zelf wel. Nou, ik hoop dat het leuk was. Tot de volgende keer.